Ja! Hallo Frank! Ben je iets vergeten? Nee. Het is die lunchkaart. Het is de lunchkaart die ik nog moet betalen. Jouw foto hangt al heel lang in de kantine. Nee Frank, nu niet dit spel spelen. Jij stuurde zelf een berichtje. Klopt. Is het niet een week voor jou? Nee, klopt. Dat was toen inderdaad... Zei ik, ja. En vlak ervoor dacht ik, zal ik Frank eens bellen? Want ik wil wel wat zeggen over deze week eigenlijk. Nee, dat klopt natuurlijk. Naar aanleiding van Utrecht, het was voor mij dinsdagavond. Toen dacht ik, ik moet Peter even een appje sturen. Gewoon even kijken, een gevoel checken van Peter. Hoe jij erin zit. Ja. Dat leek mij namelijk zo'n week dat ik dacht, ik wil Peter misschien wel even horen. Nou, dan mis je dit op vrijdag als het niet is. Ik vond het attent dat je dat deed. En ik dacht dat dus vlak ervoor ook. Ja, voor de rest, ja. Toen liet ik het liggen. Maar toen stuurde jij dat bericht. En dacht ik, goed. En dan moet ik kijken wat voor week het is. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan doen? Ja, dat is, ja. Want die hele vorm, die is weg. Toen dacht ik, welke 5 dingen zijn me het meest opgevallen? Zoiets dacht ik. Dus, nou. Dat vind ik een hele goeie. Ja, wat denken jullie dat mij is opgevallen? Deze week? Ik denk natuurlijk het voetbal deze week. Goed, maar daar wist je van tevoren wel dat het 4-0 zou worden. Dat is natuurlijk ook wel weer waar. Er was iets met verkiezingen. Dat is natuurlijk iets wel... Het was een hele trieste week. Het was een trieste hele week. Ja, het was... Caroline zou er ook. Ja, dat was genoeg deze week. Ja, dat was genoeg. Zal ik gewoon even zeggen wat mij... Want er zijn ook weer een paar dingen bij dat jullie denken... Nee, dat had ik niet gedacht. Nee, heel goed. Zal ik maar beginnen? Ik heb een top 5 gemaakt. Nou, daar gaat-ie. Ja. De 5 belangrijkste dingen van deze week, volgens mij. Op 5. Nou, dat is een prachtige uitvinding van Henk Hanskamp. Die natuurlijk net zo goed Hans Henkamp had kunnen heten. Henk heeft een koeientoilet uitgevonden. En dat is schitterend, want dan kun je de urine van een koe opvangen... zodat het niet in het milieu komt en het scheelt een hoop. Het koeientoilet. Eindelijk hoef je als koe niet meer in het wild je staart op te tillen... terwijl je schichtig om je heen kijkt vol schaamte naar een... en dan een beetje om je heen moet gaan staan kletteren. Nee, ook in de dierenwereld is er een enorm tekort aan openbare vrouwentoiletten. En het koeientoilet is natuurlijk niet voor mannen. Een koeientoilet is een 100%... vrouwentoilet. Dus lekker, met een schone bril en een geurkaars en een paar oude libelles en linda's en een prullenbakje. Het is een topuitvinding. Een koe heeft recht op een rustmomentje. Misschien stem ik woensdag wel op de Partij voor de Dieren. Op 4, een sportieve schande. De Atletiek Unie wil vanaf volgend jaar bij de Diamond League, de belangrijkste atletiekwedstrijden van het jaar, de 5000 en de 10.000 meter van het programma schrappen, want die duren te lang. Ja, die duren lang. Het zijn namelijk de 5 en de 10 kilometer en die ren je niet in een paar minuten. Dan kun je voortaan ook elke marathon gaan schrappen. Dat is allemaal te lang. En in de geschiedenis, de 80-jarige oorlog duurde veel te lang. Wat dacht je van de middeleeuwen? Of een gesprek met mijn eigen vrouw? Het duurt en het duurt. Nou en? Je gaat er ook niet bij de Tour de France zeggen... Ja, dat duurt elke dag te lang. We fietsen elke etappe alleen de laatste 3 minuten. En erger, bij atletiek is het ook nog eens een keer racistisch. Want wie winnen altijd de lange afstanden en verder niks? Juist! De Kenianen en de Ethiopiërs lopen altijd lekker met z'n allen op kop... bij de lange afstanden, pakken alle medailles. En wat zegt de atletiekunie? We schrappen die afstanden. Maar dat kan natuurlijk niet. Elk land heeft recht op zijn zekere gouden medailles. Ik eis dat korfbal een Olympische sport wordt. Op 3, de duif. In België is een wedstrijd duif geveild voor 1,2 miljoen euro. Een duif. 1,2 miljoen euro. Ik herhaal, een duif. We hebben het niet over de uil van Minerva. We hebben het over een scheidduif. Ik probeer ze als op het fietspad expres te laat... voor mijn wielen weg willen vliegen altijd te raken. 1,2 miljoen voor een duif. Daar scheidt hij je balkon voor vol... en zit hij 's morgens om 4:30 al kroe te roepen. En het is niet eens de duurste duif aller tijden. In november vorig jaar werd in China een duif verkocht voor 2,8 miljoen. Is een gevaarlijke investering in China. Want je weet, daar eten ze alles wat beweegt. Maar goed, ik ga morgen naar de Dam om even mijn pensioen bij elkaar te vangen. Ik had het koeientoilet wat hoger verwacht. Nou ja, op 2, de verkiezingen. Het Forum voor Democratie heeft een verpletterende overwinning gehaald. Thierry blijkt een fenomeen. Zijn overwinningsspeech is een werkstuk klassieke talen. En ook voor het volk, zoals een oplettende luisteraar het samenvatte... het is een soort fabeltjeskrant voor volwassenen. En ja, de politiek is ook een soort fabeltjeskrant geworden. Je kunt alle dieren zo aan een partijleider koppelen. Vul de namen zelf maar in en je kunt er een leuk prijsje mee winnen.
Vul maar in, Bor de Wolf, die huilend naar zijn enge bos gaat. We weten allemaal wie het is. Juffrouw Ooievaar, die maar doorkakelt, verder niks doet. De gluiperige woeftram, die zich langzaam naar boven ligt. Mom voor de Mol, die zijn kop het liefst in de grond steekt. Ed en Willem Bever van de No Nonsense, zet er maar namen bij. Gerrit de Postduif van 50+. En tenslotte de sluwe Lovieke de Vos. Wie op slinkse wijze vanuit het niks altijd opeens alles wint. Hij is bekend van uitspraken als hartziek idee, dat wordt smikkelen en smullen en dat was weer een fijne oikofobie. Als je doet alsof je naar de Fabeltjeskrant, is politiek echt smikkelen en smullen. En dan op één. Ja. Ja, ik zat maandagochtend te kijken naar filmpjes van Nieuw-Zeelandse studenten die overal door het land ter nagedachtenis de hakka deden. Je weet wel, de traditionele dans van de Maori's die je ook altijd ziet bij het rugbyteam van Nieuw-Zeeland. De hakka is een krijgsdans om te intimideren, maar vooral om te laten zien dat je één groep bent, één team. En ik probeer op mijn manier de bewegingen mee te doen. Ik denk dat jullie daar wel een beeld bij hebben. Ja. Maar dan komt een pushbericht. Er is een schietpartij geweest in een tram in Utrecht. Het is onbekend hoeveel slachtoffers, hoeveel gewonden. Het is onbekend waarom er is geschoten. Dat wordt de hele dag op radio en televisie en op bijna alle sites herhaald. Er valt niks nieuws te melden. Alleen dat de politie, antiterreurdiensten en verzorgend personeel keihard aan het werk zijn om te helpen, te onderzoeken en op te lossen wat er op te lossen valt. Utrecht is het hart van Nederland. Nederland is in het hart geraakt. Het blijkt uiteindelijk te gaan om 3 doden en 5 gewonden. 3 doden. Een vrouw van 19, een man van 28 en een man van 49. Opeens vind ik elke leeftijd heel erg jong. Er is een Turkse Nederlander opgepakt of een Nederlandse Turk of weet ik veel. Als je dit soort dingen doet, heb je volgens mij op beide landen geen enkel recht. Een vluchtauto is gevonden, een rode Clio. Vind ik totaal geen vluchtauto, maar daar gaat het nu niet om. Een rode Clio staat al een uur met draaiende motor. Nou, je kunt een hoop zeggen van Kanaleiland, maar dus niet dat als ze de kans krijgen snel een auto jatten. Maar daar gaat het nu niet om. Op de auto zit een briefje van de dader. Een buurtbewoonster heeft het gelezen, wil niet zeggen wat erop staat. Dan kan het van alles betekenen. Bijvoorbeeld dat er woorden opstaan die ze hardop niet wil uitspreken. Of dat ze bang is wat erna met haar gebeurt. Of dat ze het niet mag zeggen van de politie, omdat we dan weten dat het echt een terroristische aanslag is. Maar ik wil het niet eens meer weten. Mijn gedachten zijn op hol. Hoe kwam je in die tram? Je denkt 's morgens opschiet. Ik moet naar school, ik moet naar mijn werk, ik moet naar mijn zieke moeder, naar een voetbalclub, weet ik veel. Laatste stukje, nog even rennen. Je haalt de tram nog net. Ach, gelukkig. Of juist niet. Of je ziet de tram net voor je neus wegrijden. Dat is balen. Of juist niet. Kijk, het is allemaal maar toeval. Pech kan opeens veranderen in geluk en andersom. Die dader had ook in Amsterdam kunnen wonen. Rotterdam, Groningen, Enschede, Maastricht, Middelburg. Dus het is een aanslag op ons allemaal. Door een idioot, een criminele debiel. En die liep gewoon vrij rond. Daar word je pislink van. Ik ook. Maar daar komt niemand mee terug. Dat is geen troost voor de nabestaanden. Die kunnen nu wel wat anders gebruiken. Voor iedereen die dat kan, blijf nu dicht bij ze. Wees niet bang voor hun verdriet, deel het. Hou elkaar goed in de gaten. Ik lees op Facebook. Roos is om het leven gekomen. Ze probeerde het slachtoffer te redden, maar deze heldin moest deze heldendaad met de dood bekopen. Roos is 19. Is iets jonger dan mijn dochter. Roos is namelijk alle dochters. Een man van 28 is alle zonen. Een man van 49 is alle vaders. Mijn dochter komt thuis. Ze woont ergens anders. Ze zegt, ja, erg hè, ik dacht, ik kom even langs. Ik hou haar langer vast dan normaal. De dader is een onmens. Hij is alle hufters. Maar ik zou eens zeggen, wij zijn met meer. Wij van de liefde. Wij zijn met bijna 17 miljoen meer. Wij kunnen angst met liefde verdunnen. Ik probeer nog één keer de hakka. Maar die lijkt natuurlijk alleen ergens op als we dat met z'n allen tegelijk doen.